opluchting bij Vitesse nu de proflicentie weer binnen is. De club kan eindelijk vooruitkijken naar de seizoensopener tegen Telstar. Zorgboerderijen zeggen de zorg betaalbaar te kunnen houden. Hij vindt het hier fijn. En er wordt een nieuwe voetgangerstunnel geplaatst onder het spoor bij Ede. Goedenavond. De opluchting bij Vitesse is groot. Een dag na het verlossende woord van de KNVB overheerst bij trainers, bestuurders en vooral fans blijdschap dat het nu eindelijk weer over voetbal kan gaan. Yes, we zijn erdoor. Dus vrijdag lekker naar het stadion. Lekker voetballen kijken tegen Telstar. Ja, dat wordt wat jongens. Hè? Ja, nog even terug naar dat bevrijdende bericht van gisteren. Uren hebben fans erop moeten wachten. Maar toen het eindelijk kwam, was de ontlading groot. Ja, supportersgroepen riepen rond het middaguur al op om naar de Korenmarkt in Arnhem te komen om feest te vieren. Maar het bleef nog lang spannend. Pas rond 7 uur gisteravond werd duidelijk dat de KNVB Vitesse komend seizoen weer een proflicentie geeft. En toen kon het feest echt beginnen. Ja, na maanden van onzekerheid kan iedereen bij de club nu uitkijken naar vrijdag. Want dan opent Vitesse het nieuwe seizoen. Ze zullen weten dat Vitesse weer de licentie heeft gekregen. Het duurde lang, maar toch eindelijk juichen. Muziek opgezet van Vitesse, alle liedjes gedraaid. De buren begonnen al te lachen. Oh ja, het is zeker goedgekeurd. Dus, en dan ga ik weer juichen op de tribune. Zoals voorheen. Vrijdag tegen Telstar. En dat juichen had al maanden eerder gemogen. Als het aan de Vitesse-directeur lag. Vorig jaar hebben we in mei gehad dat we duidelijkheid hadden gehad. Hadden we goed kunnen voorbereiden op het seizoen. Maar ik begrijp heel goed waarom het, met mijn kennis en van het dossier, waarom Vitesse zo lang geduurd heeft. Dit is niet iets van de laatste 4 maanden. Dit begon al vorig jaar. En er zijn al echt al heel veel momenten geweest dat de KNVB had kunnen zeggen, nou, moeten we die licentie wel verlengen? Nou, gelukkig hebben ze het wel gedaan, want wij hebben gewoon een stuk eraan geleverd. En nu is het voldaan aan alle eisen. Ja, dat waren hectische maanden, maar als je dan zo uiteindelijk op deze manier de licentie kan binnenhalen, dan geeft het natuurlijk wel een enorme kick. En daar hebben we wel een feestje voor meegevierd. Ook de andere Gelderse profclubs zijn blij voor Vitesse. Het zou zonde zijn als die club failliet gaat. Hè. Een grote achterban, een groot stadion, een groot verleden. Nou, nu is het zaak voor Vitesse denk ik, om alles weer opnieuw op te bouwen. En dat gun ik ze van harte. Ik ben blij voor de supporters van Vitesse dat de club blijft bestaan. En verder mag in de competitie. Dus we zien ernaar uit om tegen de Arnhemmers te voetballen. Ooit gaan we weer terug met de Eredivisie. Daar durf ik mijn handje voor open te stellen. Ja, zeker weten. Hup, Vitesse, kom op jongens, we doen het. Ja, u zag net onder meer interim-directeur Edwin Rijntjes op onze site gld.nl. En in de Omroep Gelderland app ziet u een uitgebreid interview met hem, waarin hij onder meer uitlegt waarom het gisteren alsnog zo lang duurde. Dan iets anders. Gelderse zorgboerderijen denken dat ze kunnen helpen om de alsmaar duurder wordende zorg betaalbaar te houden. Door de manier van werken kan het aantal zorguren omlaag, waardoor het dus minder kost. Maar volgens de zorgaanbieders weten maar weinig mensen van het bestaan van de boerderijen. Wat gaan we eten vandaag? We maken een stampot. Christian heeft niet aangeboren hersenletsel. En Jan is jong dementerend. Beide mannen kiezen bewust voor een zorgtraject bij een zorgboerderij en niet voor een traject bij een verpleeghuis of een andere dagbesteding. Hoi. Dag. Verpleeghuis wil zeggen bij Christian, dan, dat is achter de geraniums noem ik dat dan. Dan was hij verpieterd. Lezen in de krant of met eten helpen, dat zijn allemaal dingen die gewoon moeilijk zijn voor hem. Dus dat is geen optie om hem naar een reguliere opvang te laten doen. De zorgboeren proberen zichtbaarder te worden, want ze denken dat ze een grote bijdrage kunnen leveren om de zorg betaalbaar te houden. Tijdens een bijeenkomst in Doetinchem praten ze hierover. Het bijzondere van een zorgboerderij is natuurlijk wel dat we heel veel activiteiten kunnen bieden. Activiteiten in het groen, activiteiten in een kleine werkplaats. En dat kan zijn hobbymatig of arbeidsmatig. Maar juist omdat we in deze settingen vaak meer ruimte hebben dan in een zorginstelling, denk ik dat je vooral bij de mensen waar activering heel belangrijk voor is, dat je daar heel veel winst kunt halen. Ja, sluit je je weer aan bij de groep?
Voor Jan en Christian is er geen twijfel. Ze zijn hier allebei op hun plek. De beste plek die we ooit hebben kunnen bedenken. Ja. Hij vindt het hier fijn. Een uitgebreide reportage over de zorgboerderijen kunt u bekijken op ons YouTube-kanaal of op onze website gld.nl. Het is dit weekend extra druk bij treinstation Ede. Niet met reizigers, maar met werklui. In nog geen 24 uur tijd is er een nieuwe voetgangerstunnel op zijn plek geschoven. Het plaatsen van de voetgangerstunnel gebeurt in drie fases. Vannacht is deel 1 op zijn plek geschoven. Vandaag waren deel 2 en 3 aan de beurt. En dat betekent dat reizigers een heel luxe aanrijroute krijgen naar een ook nieuwe fietsenstalling. Ja, het is geen luxe, het is meer een noodzaak. Hè. Dat moet ook allemaal verkeersveilig gebeuren. Dus, en de afstand is korter. Hè. Dat is ook wel belangrijk tegenwoordig. In de ochtendspits van 13 augustus zouden hier volgens de plannen weer treinen rijden. Maar die nieuwe fiets- en voetgangerstunnel is dan nog niet in gebruik. Dat heeft meer tijd nodig. We moeten nog afbouwen, hè. Er moet nog een voorzetwand voor en moeten nog toeren er naartoe. En daar hebben we nog wel een paar maanden voor nodig. Dus eind van het jaar ongeveer kan die in gebruik. En dat zou moeten lukken, want een collega van Sander heeft de nieuwe voetgangers- en fietstunnel alvast getest. Hij is nu al tevreden. Straks, er wordt volop genoten bij de Vijverberg tijdens de open dag van de Graafschap. Er worden handtekeningen gespaard van de spelers, maar ook van de speelsters. Een scooterrijder is gisteravond gewond geraakt door een val op de Herwense dijk in Herwen. Hij had mazzel dat een wandelaar het ongeluk hoorde en een kijkje kwam nemen. Die vond de scooterrijder zwaar gewond midden op de weg, op een plek waar het verder volledig donker is. Het slachtoffer is met de ambulance naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. Een motorrijder is vanmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een ernstig ongeval in Barneveld. Twee motorrijders die in een groep reden raakten elkaar, waarna één van de twee hard ten val kwam. De andere bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis. Er zijn vannacht twee voertuigen beschadigd na brandstichting op de Broekstraat in Arnhem. Brandstichting werd meteen duidelijk, want er lagen aanmaakblokjes op de banden. Politieagenten die toevallig vlakbij waren, hebben als eerste geprobeerd het vuur te blussen. De toegesnelde brandweer heeft alle vlammen uiteindelijk gedoofd. Over een maand trekt het bloemencorso weer door de straten van Lichtenvoorde. 18 kleurrijke dahliareuzen en tientallen kleinere corsowagens rijden dan langs het publiek. Ontwerpers en bouwers zijn maanden bezig met de voorbereiding. En uiteindelijk worden er honderdduizenden dahlia's op de wagens geplakt. En zo ziet dat er dan uit. Dit is de winnaar van vorig jaar, Berenbos van Corsogroep Geschut. En dit jaar geeft de organisatie in aanloop naar het corso een uniek kijkje achter de schermen. Want er is een speciale fietsroute uitgezet langs de dahliavelden en de bouwlocaties. Nou, mensen vinden het leuk om een rondje te fietsen of te wandelen. Onderweg ook dingen te zien, zoals deze dahliavelden, die best heel mooi in de bloei komen nu. En het verschil met eerder is nu dat je ook bij een van de corso-hallen langs die route een bezoekje kunt brengen en uitleg kunt krijgen. Dat vindt het corso Lichtenvoorde belangrijk, want mensen weten vaak niet wat het allemaal inhoudt. Ik denk dat het een beter beeld geeft hoeveel werk het eigenlijk is, zo'n corso-wagen die je alleen langs de kant ziet op zondagmiddag. Want we beginnen natuurlijk eigenlijk altijd al in april en mensen schrikken daar een beetje van. En wij vinden het belangrijk dat mensen weten dat ze wel mogen komen kijken, ook al zit je niet bij een groep. En dan nog even over die dahlia's, want komt dat dit jaar wel goed? Ja, dat is de vraag die we ook pas begin september kunnen beantwoorden. Maar als het mooie weer nu aanhoudt, dan hebben we daar best heel veel vertrouwen in. Duizenden De Graafschap-fans gingen vandaag naar de Vijverberg voor de open dag van De Graafschap. Dat werd één groot feest. Over een week begint de competitie. Maar vandaag konden de fans op de open dag hun helden ontmoeten. En dat zijn bij De Graafschap tegenwoordig niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Voel je je al een beetje sterk? Nee. Ja, het is wel leuk dat er mensen hier naartoe komen naar ons ook. Dat ze ons wel al een beetje herkennen. De mannen waren natuurlijk ook razend populair. Net als mascotte Guus. Maar sommigen moeten nog even wennen aan de zebra. Ja, hij vindt het een beetje eng, hè? Ja. Wel een beetje, hè? Wil je wat zeggen? Maar gaat het wel een superboer worden dan? Dat denk ik wel. Want één ding staat vast. Hoe vroeger je begint, hoe groter de kans op blauw-wit bloed.
Twee superboeren in de dop. Boerinnetjes. Ja, boerinnetjes, ja. Zijn we toe aan het weerbericht. Vanochtend hadden we een mooie, heldere zonsopgang. Maar het was verder redelijk bewolkt vandaag. En vanavond is het overal droog. Met een mix van heldere perioden en wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 14 graden. Morgen is er volop zomer. Met sluierwolken en wat stapelwolken. En 's middags lost die bewolking op. En dan wordt het zon overgoten. Het kwik stijgt naar een zomerse waarde van 25 of 26 graden. Nou, dinsdag wordt het nog wat warmer. Met maximaal 29 graden in de provincie. De dag verloopt zonnig. Af en toe komt er wel wat bewolking voor. Maar tijdens de nacht naar woensdag trekken buien over de regio die de hitte verdrijven. En vanaf woensdag is het dagelijks 24 graden en is het vaak droog met wolken, zon en slechts soms een bui. Ja, en wie er nu nog steeds geen genoeg heeft gekregen van de soap rond Vitesse, die kan terecht op onze website. Daar wordt in 7 minuten haarfijn uitgelegd hoe het allemaal zover heeft kunnen komen. Tot zover het Gelders nieuws van zondag 4 augustus. Ik wens u een fijne avond.